De kloostertuin wordt opgeknapt. In deze tijd ben je op je toekomst voorbereid. Rondom de Kloosterhof in Liemde realiseren Stichting Bol, de gemeente, de parochie, de Vlaswiek en Woonstichting Joost een belevingstuin. Het moet een ontmoetingsplek worden waar alle inwoners welkom zijn. Een tuin? Een tuin? Is hier een tuin dan? Zeker, de oude kloostertuin. Veel mensen weten niet dat die tuin er is of voor wie ze eigenlijk bestemd is. Het is een groene oase, een beetje doorgeschoten en uitgebloeid. Nou, ik nog lang niet hoor. Uitgebloeid dus. En verscholen tussen de kerk, de kloosterhof en de Vlaswiek. Hoe mooi zou het zijn als dit paradijsje kan worden opgeknapt en weer uitnodigend zijn geuren en kleuren deelt met wie maar wil. Het tuinplan is een burgerinitiatief. Alle partijen zijn enthousiast en doen een duit in het zakje. Maar er is meer nodig. De tuin moet veilig worden. Daarvoor zijn paadjes nodig die even goed begaanbaar zijn voor rolstoelen als voor kinderwagens. Er komt verlichting en ook moet de tuin geborgenheid bieden aan de bewoners van de Vlaswiek die er vaak zullen wandelen en rusten. Nou, als ik straks daar ga wonen, dan wil ik hier natuurlijk fijn kunnen lopen. Midden in de tuin komt een terras. Het zal groot genoeg zijn om als inspirerende plek te dienen voor buitenactiviteiten van ouderen, kinderen van de basisschool en de kinderopvang. Zeg, jullie staan ervoor, hè? Hop, 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 hop. Ja, hier wordt gewerkt. Hier wordt gewerkt, hè? De tuin wordt opgenomen in een zogeheten ommetje. De ingang aan de Dorpstraat sluit straks naadloos aan op deze wandelroute van het project Rolstoelvriendelijk Liemde. De route voert langs de Liemse winkels, maar ook langs de bloemrijke akkerrand van een plissert. Door het Lindelaantje. Ik ga het nog een keertje doen. En naar de Generatietuin. Er komen in de tuin gemakkelijke banken en er wordt een stiltehoekje gecreëerd bij de Mariagrot. Kortom, dit heeft alle kans een prachtige ontmoetingsplek te worden. Een aanwinst voor Liemde. Een toegankelijk parkje met een rijkdom aan planten en bloemen. Ervaren en handige vrijwilligers hebben de mouwen al opgestroopt. Wat nog eens benadrukt dat het echt een project is van de Liemdenaren zelf. Ook het onderhoud komt in handen van vrijwilligers. De initiatiefnemers starten een crowdfundingsactie om het nog ontbrekende bedrag van 17.000 euro bijeen te brengen. Ze mikken erop minstens 8.500 euro op te halen bij enthousiaste Liemdenaren.